Want wat wij vandaag gaan doen is een pijltjeschieter maken. En dat is namelijk met deze ding. You put your mouth to here and you do... Wow, yo, wat is dit? Wow, yo. Ik krijg een noodmelding. What the heck? Wij zitten hier gewoon op ons computer. Opeens gaat Anne's telefoon... Is een noodmelding voor corona. Alert. Volg instructies reikt de overheid op. Houd 1,5 meter afstand. Bent u ziek of verkouden, blijf thuis. Bescherm u en mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others. Holy shit. Het is dezelfde melding als dat je hebt als dat alarmen afgaan buiten. Ja, dit is zeg maar zo'n soort, zeg maar, wat je altijd op de eerste maandag van de maand hebt. Weet je zo. Dat is hetzelfde. Of als je een Amber Alert hebt. Ja. Dat is ook volgens mij zo. Ja. Maar dit is best wel sick dat dit zo gebeurt. Goeie manier om wakker te worden. Dus hey, goedemorgen jongens. Als je op straat kijkt, in de winkelstraat, alles is dicht. Het is echt een soort van Walking Dead gevoel. Ik vind het aan de ene kant wel spannend, maar aan de andere kant is het ook weer kak. Want ik wil gewoon naar buiten en ik wil gewoon kunnen doen wat ik normaal doe. En ik wil gewoon dat iedereen zijn normale leven op kan pakken. Want ik merk dat heel veel van jullie en heel veel mensen op social media gewoon een beetje zich... een beetje in de knel zitten omdat ze niet zo goed weten wat ze moeten doen. Het is namelijk een beetje saai om de hele dag binnen te zitten, maar het is wel het beste om te doen. Dus heel veel mensen die gaan een beetje de grens op zoek, wat eigenlijk ook weer niet moet. Waardoor zeg maar, de overheid weer zegt van je doet het niet goed. Terwijl jij zegt, ja maar ik moet iets doen en ja, het is allemaal een beetje lastig. Maar om de verveling tegen te gaan hebben Anna en ik vandaag een plan. En dat is namelijk met deze dingen. Dat zijn deze twee PVC-buizen, zoals dat heet. En deze stapel kranten die ik alvast apart heb gelegd. Want wat wij vandaag gaan doen, is een pijltjeschieter maken. En ik heb daar vroeger echt uren mee gespeeld. Wie de mooiste pijltjeschieter kon maken, wie het vers kon schieten, wie het beste pijltje kon rollen. Spijkers erin, zodat ik in dingen kon schieten. Misschien niet het beste idee, maar wel heel leuk. Dus dat gaan we vandaag ook doen. We gaan vandaag een wedstrijdje doen wie de mooiste sniper of shotgun of weet ik veel wat kan maken. En we gaan een wedstrijdje doen wie het vers kan schieten. En ik ga winnen. Heb je dit ooit gedaan vroeger? Ja. Ik ging vroeger altijd door de buurt lopen. En voor mijn gevoel was dat vroeger veel meer oké dan nu. En kattenkwaad uithalen. En dan ging ik bij ramen die open waren, ging zo... zo'n pijltje naar binnen schieten. Ja, heb jij dat ook gedaan? Nee. Nou, dan ben ik beter in aimen. Dat weet ik al wel. Dan ging ik altijd, zeg maar, als ik dan daar zo aan de overkant keek. En dan zag ik daar zo dat raam openstaan. Ging ik hier zo bij de schutting en dan zo... zo proberen in het raam te schieten. Ik zat vroeger altijd, zat ik SpongeBob te kijken. Lag ik zo op de bank, lag ik SpongeBob te kijken. En dan zat ik gewoon met een bakje en een krant. Zat ik gewoon de hele dag zo. Pijltje, dingetje rollen, aantrekken. Zo, pijltje in een bakje, volgende. Totdat ik echt gewoon honderden pijltjes had. Maar het stomme is, je likt dit puntje nat, zeg maar. Omdat hij dan blijft plakken. Maar als je dat een dag laat liggen, dan plopt de helft ervan alweer uit elkaar. Omdat het dan niet goed vast zit, omdat je speeksel opdracht. Dus het had voor de helft geen nut, maar het was gewoon mijn bezigheid. En na een tijdje was ik ook gewoon mijn hele tong en mijn lippen en zo waren gewoon bijna kapot. Omdat ik zoveel pijltjes had gemaakt. Maar het hield me wel van de straat. En 's ochtends weer op de straat als ik klaar was met pijltjes maken. Pijltjes zitten nu in. Ja, ik heb de buis nog niet afgesneden, dus hij schiet nu niet heel goed, denk ik. Ik weet niet of jullie het zagen, maar dat ging echt al lijp hard. Dus wij gaan zo meteen deze een beetje versnijden. We gaan er handvaten aan maken, weet ik wat allemaal. En dan een wedstrijdje doen wie de mooiste gun kan maken. En voordat we gaan beginnen met onze wedstrijd, heb ik hier even allemaal producten neergelegd die je kan gebruiken om je zo goed mogelijke pijltjeschieter te maken. We hebben allebei één buis, dus we hebben allebei volgens mij 3 meter materiaal wat we mogen gebruiken. Meer dan dat mag ook echt niet. En we hebben dus al die materialen en alles in de tuin eigenlijk. Dus als je hout wil gebruiken of weet ik veel, dan mag je dat doen. Dat is helemaal aan jezelf. Deze is voor jou. Pak hem aan. Heel veel succes en we zien elkaar denk ik over een uurtje weer. Ik denk zo. Dat we elkaar de hele tijd zien, want we zijn allebei hier, maar goed. Ja. Succes! Anna is naar binnen een papiertje halen omdat ze het uit gaat tekenen. Ik heb gewoon gelijk een buis gemaakt. Ik denk dat dit wel een goede lengte is, zeg maar, om uit te schieten. Want als ik zo kijk, ziet er prima uit. Moet alleen dit afgezaagde stukje moet ik eventjes fijn gaan schuren, want anders dan krijg je dit allemaal van die pluisschimmel. Ik denk dat ik een soort sniper ervan ga maken met een scope. Dus zeg maar zo'n richting en weet ik wat, alles erop en eraan. Ja, dit gaat even duren. Ik ben even snel naar binnen gegaan, want dan kan ik jullie even vertellen wat ik ga maken. Ik denk dat ik weet wat ik ga maken. Ik weet het nog niet zeker. Ik denk dat ik zo... kijk, dit is mijn tekening. Dit is mijn schets. Zo'n soort revolver systeem, zodat je pijltjes erin kan doen. Maar ik weet niet of dat lukt. Een beetje het dingetje is, wat mij het allermooist lijkt, is als je hem kan draaien en dan kan schieten. En dan kan draaien en schieten, draaien, schieten. Alleen weet ik niet of de lucht dan nog steeds goed doorloopt, zeg maar. Dat als je zo pff, doet, dat het dan niet zo via de zijkant eruit vliegt. Dus dat gaan we testen. En als dat lukt, dan kunnen we het hele systeem daaromheen gaan bouwen. Met ook een kijkgat, want dan kan je precies zo zien waar je richt. Dat eigenlijk. Dus tot zo. Want
Wat ik nu aan het maken ben is zeg maar zo, dat die zo kan staan. Nu heb ik iets heel slims. Ik heb een klein schuurpapiertje. Die doe ik om de ene heen. Dat die precies de ronding van de buis krijgt. En dan ga ik dat zo uit die andere halen. Dat deze uiteindelijk perfect hier zo in kan vallen. En dan krijg je de perfecte houder. Ik hoop dat het lukt. Oké, nu is mijn idee om deze hier dus aan vast te maken als het ware. En dat ga ik doen met lijm. Ik had eerst een plan, maar eigenlijk moet je niks door deze buis heen schroeven of niks zeg maar hier aan doen. Alles moet je erop plakken. Dus ik had eerst het idee om het vast te schroeven, maar dat durf ik niet aan. Nu ga ik voor mijn handvat geen PVC gebruiken, maar ga ik dit gebruiken. En ik heb hier een machine en ik heb hier een handvat. En die kan ik zo uit gaan tekenen en dan uitzagen. Daarna moet ik het helemaal gaan schuren en mooi gaan maken. En wat ik ga proberen, en ik hoop dat het lukt, is een gat erin. Dat die buis daar doorheen kan, dat die er echt omheen zit. Dat je hem zeg maar gewoon zo goed vast kan houden. Net bedacht, niet over nagedacht, maar ik ga het wel proberen. Ik krijg een klein beetje ongevraagde hulp. Hij vond dat dit minder goed gaat dan dat, dus ja. Tadaa! De vorm zit er een beetje in. Als ik dit ding los krijg. Nu komt zeg maar, dit wordt zo het handvat. En dan komt hier het gat in dat hij zo er doorheen gaat. En zo kun je zo nog even mooi maken. Jullie snappen het idee. Ik moet het nu even echt goed mooi gaan maken. Maar ik denk dat dit wel lekker vast gaat. Idee is er zeg maar een soort van die wel de Boris allemaal dingen gebruikt dat ik allemaal niet kan. Maakt niet uit, we gaan het gewoon mooier maken. Maar nu testen. Zo, dan ga je hem zo inladen. Dan ga je hem zo draaien. En zorg je dat hij recht zit. Dat is nog even een dingetje wat ik eventjes moet fixen. Want dat is toch wel een beetje moeilijk om alles gewoon perfect te laten gaan. Nope. It does not work. Hey. Why does it not work? Nee. Ik weet ook niet meer zo goed hoe ik zo'n pijltje moet maken. Dus dat werkt ook niet mee. Let's try it again. Try to fix it. Hij doet het. Hij doet het een soort van. Alleen hij is niet zo mooi. Dat gaan we fixen. Dat komt wel goed. Het is een half uur later, maar het lijkt wel ergens op. Het houdt best wel chill vast. Dus nu nog dat gat in het midden. En dan kan die er doorheen. Ondertussen is hier de lijm bezig drogen. Ziet er nog niet heel stevig uit. Bang als ik nu dit doe. Oh, hij blijft staan. Hij moet nog even doordrogen. En dan moet ik hem denk ik nog beter vast gaan zetten op een of andere manier. Maar ik weet nog niet hoe. Dan pakken we even de boormachine erbij. Met een hele grote boor wat geen houtboor is. Maar dat maakt niet uit. Het begint ergens op te lijken. Ik ga kijken of ik een dikkere boor heb. Ik heb de perfecte boor gevonden. Ik hoop dat het goed gaat. We gaan het proberen. Oké, moment van de waarheid. Oké, laten we dit gaan proberen. Oh, kut, sorry. Kijk dit. Ik heb hem, ik weet niet hoe ik dit nou goed uit kan veilen. De vel is te groot, de boormachine doet het niet goed genoeg. Lastig. Kijk er ergens op. Zo. Dit is hem. Ik heb met dubbelzijdig tape nog even een handvat eraan gemaakt. En ik heb nu een spuitbus, dus ik ga hem nog eventjes helemaal mooi zwart spuiten. Die van mij ziet er wel redelijk klaar uit. Ik heb hem heel erg basic gehouden. Hey, niet spieken jij. Niet spieken. Ik heb dus deze, zodat ik goed kan richten. Daar om mijn handen vast te houden, hier om mijn andere hand vast te houden. En dan is het gewoon... Ik vind hem best leuk geworden. Ik ga jullie ondertussen even leren hoe je die pijltjes maakt. Voor als je dat nog niet weet en dit thuis ook wil doen. Die pijltjes maken ze namelijk nog wel een tactiek achter. Techniek.
techniek. Wat je dus doet, je pakt een krant. En een krant heeft altijd een soort richting. Je kan zo niet recht scheuren, maar zo wel. En meestal is dat dus zeg maar deze richting. Scheurt heel recht. Ga je het zo proberen? Niet recht. Wat je dan doet, je pakt ongeveer een strook. Net zo lang als 2 vingers, denk ik, gemiddeld. Deze is nu ietsje smaller, maar ik heb natuurlijk net iets grotere vingers dan de meeste van jullie. Dan doe je die weer door de helft. Hoppakee. Dan heb je een hele stapel met zulke soort briefjes. Wat je doet, je pakt het briefje tussen wijsvinger en duim onderaan de hoek. Ja, doe precies mee wat ik nu doe als je dit niet kan. Dan begin je er omheen te draaien en je gaat naar je wijsvinger toe draaien. Dus je draait van je af. Nou, dan draai je hem er zo helemaal omheen. Dan krijg je een beetje dit. Dan trek je deze helemaal naar het einde strak. En dan laat je deze los en dan pak je hem zo weer. Ik hoop dat je dat snapt. Dan kan je zeg maar zo een beetje aanspannen door deze naar achter te trekken. En dan heb je eigenlijk een pijltje. Dan doe je even zo. Nam, 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 nam. En dan heb je een pijltje. Dan stop je hem zo meteen zeg maar in de buis en dan scheur je hem af waar die te lang is of waar die te dik wordt. Dan stop je erin en dan heb je een perfect pijltje om zo te schieten. Kari. Wel zijn allebei onze guns klaar, dus hier komen even wat sicke beelden van onze guns. En dan niet deze. Onze guns zijn dus klaar en nu wordt het een show-off. Wie kan het beste schieten, wie kan het verste schieten, heeft ook een beetje met longinhoud te maken. Gelukkig hebben we allebei niet heel erg last van corona, want corona dat slaat op je longen en dan heb je minder longcapaciteit. Wow, dus... en jullie hebben net niet het hele deel van Anna's pistool gezien, want wat zij heeft gedaan is uit de buis een stuk weggedaan, dat je er zeg maar 6 pijltjes in kan doen en hem door kan draaien, dat je het ene pijltje schiet en dan de andere. Wow, yo. Jij hebt 100% zeker gewonnen. Mij neemt misschien een leuk handvat en een leuk richtdingetje. Maar jij bent echt zo knijterslim hiermee. Wow. Ik dacht dat dat gewoon voor de mooi was, dat ding. Dat is dik. Oké, we hebben met 2 pijltjes geladen. Alleen Anna die heeft zeg maar er tape omheen gedaan om te verven. Maar dat zit dus ook hierin. Dus het focust niet super goed. Nou, probeer het eens. Schiet de eerste en daarna de tweede. Nou, de eerste ligt daar. En dan gaat de tweede. De tweede wil niet zo. Nee, die is nog niet weg, denk ik. Kijk er eens doorheen. Oh, hij is wel weg. Nee. Oh nee. Jawel, hij ligt daar. Die van Anna werkt niet super, laat ik die van mij even gaan proberen. Oké, en nu gaan we even de goed werkende gun proberen. Want hier kan gewoon niks mis mee zijn, omdat het zo simpel is. Welcome to army training. Today we grab the gun with one hand on the here, with the other hand on the here. You put your mouth to here and you do... Now your arrow is gone. You see here, another arrow. Never pick up stranger arrow. But I now do. I put this in here. I put hand like this and then do hahu. Dit is mijn mama. Gari! Dat ging best wel goed. Ze schieten wel hard als je het zeg maar graag wil. Moet je kijken hoe mooi Anna pistool heeft gemaakt. Kijk, die kan je zo doordraaien. Dat je zo allemaal zo zo'n ding kan. Oh, wat gaaf. Maar iets mooi ding is niet werken goed. Ja. Iets gaat scheef, is niet goed. Ja. But it's mooi, but it's no worky. And I have the handmade thing and this really works goed op. Kom je naar dat dingetje, joh. I will tell you. Dit is een dobber die ik doormidden heb geknipt en met dubbelzijdig tape erop heb geplakt. Ik ga nu proberen over dat huis heen te schieten. Waarschijnlijk kan je het pijltje niet zien. Oh, Anna gaat het blijkbaar ook proberen. Nope. Nope. Hij werkt niet super, hè? Oh, op het dak. Oké, nu is onze challenge. Wij gaan op de veranda staan wie als eerste camera raakt. Dit is oprecht een van de best, zeg maar, uitziende of na best vasthoudende guns die ik ooit heb gemaakt. Ik ben er echt wel blij mee. Het is echt wel... Hij is heel simpel, maar hij is wel chill. Zegt iets waar ik op misschien... Oh, in de boom weer. Oeh ja, first try. Ik kan oprecht goed richten met dit ding. Ik verbaas me dat ik na zoveel jaar nog steeds een beetje in me heb. Dat ik hier gewoon zeg maar controle over heb wat ik doe met dat ding. Let's make an action movie. First I have to make an arrow. Vandaar zijn we op zoek naar ons target. Ik weet alleen nog niet wat het is. Maar ik doe nu een koprol, want dat is altijd cool in films. Don't forget to come. Thank you. Witte lampje daar. Doe.
He's dead, motherfucker! Het was wel leuk om te maken. Vooral dat handvat, want daar ben ik eigenlijk de hele tijd mee bezig geweest. Anna, ik heb een cadeautje voor jou. Als je ooit nog echt wil schieten, dan mag je mijn oldschool gun gebruiken. Deze kan je gewoon ophangen in je kast en mooi laten zijn, want meer doet het helaas niet heel erg. Alsjeblieft. Dankjewel. En alsjeblieft. Dankjewel. Naar de mix, doe naar de mix. Ik ben een sniper, hè. Of het verkeerd wordt. Oh, dat was mis. Shit. Zie je dat bord daar? Shit, dat was weer mis. Hoe gaan mijn pijltjes zo scheef? Wat doe ik fout? Nog één laatste keer. Daar, in de prullenbak. Oh, zag je dat? Hij ging erin. Het was tegen de muur en toen in zo'n rokersprullenbak. Sick, ik ben een ninja. Lekker hoor. Oh, wat is dit lekker zeg. Oh, ik ben al lang niet meer uit eten geweest en nu... besteld. Ik heb gisteren sushi gegeten, laat maar, ik neem terug wat ik net zei. Vandaag dus heel veel tijd besteed aan uiteindelijk die gun maken. Die van mij is semi-mooi geworden, die van Anna is heel mooi geworden, maar werkt dus uiteindelijk helemaal niet. Ik ben benieuwd naar wat jullie maken, dus als jullie erin maken, stuur me een foto toe op Instagram, dit is mijn Instagram. Als jullie het in je story zetten en mij erin taggen, dan zal ik er even een paar reposten, want ik ben benieuwd hoe mooi jullie het kunnen maken. Dit was mijn uiteindelijke resultaat, best wel simpel. Ik ben wel blij met handvat, houdt lekker vast en het is net weer wat anders dan alleen PVC. Maar daar hou ik het voor vandaag bij. Maar heel is 2 seconden uit huis geweest om even het eten op te halen. Ik liep daar wel naar binnen en dat was best wel eng, want het was maar best wel een kleine ruimte. Ik denk ongeveer net zo groot als het tuinhuis. En er stonden gewoon 30 mensen in te werken. En dat is niet echt zeg maar die 1,5 meter ding die je aan moet houden. Dus dat was wel een beetje raar of zo. Gelukkig had ik wel 1,5 meter van iedereen. Ik voel me ook nog steeds oké. Ik zei de eerste dag dat ik een beetje een rare druk op mijn borst voelde. Ik denk dat het een beetje aanstelleritis was of zo. Ik heb het nog steeds wel een beetje, maar ik denk dat het meer een placebo effect is dan dat ik daadwerkelijk ziek ben. Ik voel me voor de rest nog gewoon kip lekker. Maar dat was wel de video voor vandaag. Dus vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vond je het super leuk? Kijk, subscribe even. En dan zie ik je volgende keer weer bij de volgende video. Later! Oh, 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 oh.